I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Flix O-R-I-G-I-N-A-L-M-I-N-I-S-E-R-I-E. U mag daar niet heen. Waar zijn Emma en Anibal? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Kimmy. Ik wil je niet nog meer pijn doen. Ik weet niet waar ze zijn. Denk nog eens goed na. Of als ik klaar ben. Wil niemand je nog neuken? Ik zweer dat ik. Voor de laatste keer. Waar zijn Emma en Anibal? Ik weet het niet. Geef me een stad en ik bel een dokter. Ik weet het echt niet. Anders zou ik het vertellen. Je beschermt hem. Uit angst voor hem. Nee. Of je beschermt haar. Nee. Ik doe dit niet graag. Maar ik heb die tapes nodig. Nee, alsjeblieft. 1. Alsjeblieft, nee. 2. Nee. 3. Je heet Martina Diaz. Maar je bent al zo lang Kimmy Dale. Dat Martina vergat. Wat voor leven ze wilde. Misschien wilde je danseres worden. Een ander soort danseres. Je kwam aan uit Buenos Aires, vol dromen. Die de huur niet betalen. Maar je ging je niet schikken. Naar de regels van anderen. Of je waardigheid verliezen. Je bakt er niks van. Zie je dat niet? Ondanks de pijn. Je verdoofde de pijn. Op elke mogelijke manier. Tot Kantanke verscheen. Ze herinnerde je eraan wie je wilde zijn. Je bent bang dat ook zij zal vergeten wie ze wil worden. Haar eerste keer in de hel doet je net zoveel pijn als de jouwe. Je wordt weer sterk voor haar. Met haar deel je de mooiste momenten. Kijk eens wat tante Kimmy voor je heeft. En de slechtste. Je wilt haar vooral beschermen. Tegen de vreedheid. Maar je faalt. Hey Kimmy. Met Emma. Anibal heeft Kantanke vermoord. Haar toekomst is verloren. Vergeef me. En je kon het niet tegenhouden. Het schuldgevoel. Omdat je haar in de steek liet. Verteert je. Maar je kunt je lot niet bepalen. Niet betreden verzegeld. Je leven gaat door. Liefs Kimmy. Doelloos. Je probeert een nieuw leven op te bouwen. En Kimmy te begraven. Maar het verleden duikt op en verminkt je. En de toekomst sluit alle deuren. Om niet te verhongeren. Keer je terug naar het enige wat je kunt. 9 jaar lang. Herinneren die blikken je eraan. Dat je niet kunt ontsnappen. Aan wie je bent. En je voelt je ellendig. Je hebt een cliënt. Een gekke vrouw. Laat haar binnen. Tot op een dag. Een einde komt aan de nachtmerrie. Wat is er gebeurd? Wat is er met jou gebeurd? Ik beloof dat ik je alles vertel, maar alles is heel vreemd. Ik weet niet waarom ik hier ben. Kantanke, lieverd. Ik heet nu Olivia. En ik ben Magic. Maar wat maakt dat uit? Heeft iemand naar me gevraagd? Naar jou gevraagd? Tot nu dacht iedereen dat je dood was. Wat is er, lieverd? Dit kan een val zijn. Ik weet niet of we hier veilig zijn. Hoezo? Wil je naar mijn huis gaan? Ja. Dat is beter. Kimmy. Weet de uitsmijter waar je woont? Waarom? Ik moet hem om een gunst vragen. Hij is niet betrouwbaar. Maar zij wel. Zal ik haar roepen? Ja. Lucia. Dag, Lucia. Hallo. Ze is als een dochter voor me. Doe wat ze vraagt. Dit is mijn man. Hij heet Matt. Hij komt hierheen. Maar ik kan hem niet bereiken. Als je hem ziet, zeg dan dat we bij haar thuis zijn. Matt wie? Matteo Vidal. Prima. Geen probleem. Luister. Hey. Ik heb het tegen jou. Nogmaals, ik wil bellen. Ik ben advocaat en ken mijn rechten. Nogmaals, geen telefoontjes. Tot hij er is. Begrepen? Tot wie er is?
Bea, schat. Theo. Godzijdank. Waarom antwoord je niet? Heeft kolonel Prieto niet gebeld? Dat had ik haar gevraagd. Ik ben in orde. Maar ik kan nu niet praten. Hoe is het met Sofia? Ze weet het niet van Bruno. Maar ze ziet dat ik bezorgd ben. Jij had het kunnen zijn. Waar je ook bent, kom alsjeblieft terug. Dat gaat niet. Maar alles komt goed. Ik rij een tunnel in. Ik moet gaan. Ik bel je later, Theo. Ik hou van je, Theo. Is dit alles? We accepteren. De officiële versie niet zomaar. Ortiz. Ballistiek moet de kogel die Soto doodde. Vergelijken met Aguilar's wapen. We doen afstand van de zaak. Ik wil nog één kans. We hebben een voortvluchtige prostituee. Tegenover een agent. Met onberispelijke staat van dienst. Onberispelijk door. Hoe het hier in zijn werk gaat. Wil je je penning inleveren? Wanneer zie ik je weer? Zeer binnenkort. Ik kon de tapes van Aguilar afpakken. Maar ik zat vast. En moest uit het raam springen. Hij wilde deze tape. Die van hem. Hij heeft Lavanda vermoord. Hij heeft me dit aangedaan. Het spijt me. Hij wilde weten waar Anibal en Emma waren. Je had me kunnen laten weten. Dat je in orde was. Dan had ik me niet schuldig gevoeld. Omdat ik er die dag niet was. Kimmy. Ik zal het mezelf nooit vergeven. Vertel me nu waarom je hier bent. Vanwege Paula. Paula? Mijn dochter. Ze is ziek. Ze heeft mijn hulp nodig. Heeft zij je gevonden? Nee, niet zij. Gallardo, de agent. Die mijn dood onderzocht. Gallardo? Hij vond me via Paula's ouders. Dat beweerde hij. Hij stuurde me hierheen. Zodat ik ze kon ontmoeten. In ruil voor geld. Morgen 11 uur 's avonds uur. Santa Eugeniapalein, Marbella. Ik moet je iets vertellen. Je dochter is hier geweest. Ze zei niets over Gallardo. Ze wist dat ze geadopteerd was. En wilde meer over je weten. Er was maar één plek waar ze terecht kon. De plek waar ze was achtergelaten. Ze vertelde haar dat je dood was. Zo vond ze je graf. En dat leidde haar naar mij. Je moeder hield heel veel van je. Ik begrijp het niet. Als ze dacht dat ik dood was. Heeft Gallardo gelogen? Dit moet een val zijn. Misschien is het waar wat Matt zei. Anibal. Anibal? Hij gebruikt iedereen om mij te pakken. Ons. Wij zijn de enigen die nog leven. Ik begrijp het niet. Emma is dood. Gallardo en Sae ook. Die twee ook? Ja. Paula's ouders zijn nergens te bekennen. Je zei dat je Anibal had neergeschoten. Ja. Maar misschien leefde hij nog. Ik weet het niet. Wat kan het anders zijn? Heb je het nummer gebeld? Van dat bericht over de ontmoeting? Nee, dat lukte niet. Ze blokkeerde mijn mobiel. Hier, gebruik de mijne. Wil je dat ik het probeer? Ja. Heb je papier? Mijn batterij is bijna leeg. Ja, daar. Zeg maar. Het is 517. 419. Ja. 153. Geen antwoord. Mag ik? Weer aan het trainen? Wat doet u hier? Je hebt een goed instinct. Wellicht heb je gelijk. Maar dat kon ik daarnet niet zeggen. Aan excuses heb ik niets. Ik weet niet eens. Of het me nog wat kan schelen. Jawel. Maar ik moet er minder in opgaan. Toch? Ik moet aan andere dingen denken. Naast mijn werk. Ik begrijp je woede. Nee. U begrijpt het niet. Luister, Lorena. Carrière maken is als een berg beklimmen. Naarmate je hoger komt, krijg je minder lucht en wordt je rugzak zwaarder. Je hebt minder speelruimte. Ook al besef je het niet.
Mensen zoals jij, met goede instincten, verdienen die speelruimte om te doen wat ze moeten doen. Volg je instinct. Nog één ding. Ik wil dat je het doet. Maar ik ben hier niet geweest. Je staat er alleen voor. Romero zat hem steeds te sarren. Nu is hij dood. Een ongeluk? Matteo Vidal. Ex-gevangene veroordeeld voor. Ik ga naar huis. Ik slaap toch elke nacht alleen. Kom op, schat. Laura. In godsnaam, Laura. Verdomme, Laura. Wat moet jij hier? Rustig, dankzij mij. Mij lap je er niet meer bij. Dat wil ik niet. Ze hebben me ook belazerd. Ik werk alleen. Aguilar's nummer. Traceer het. Dat is illegaal zonder bevel. Jij weet hoe het moet. Daarom wilden ze je opsluiten. Maar Vidal's broer hield ze tegen, toch? Als jij iets illegaals doet, doe ik dat ook. We doen dit samen. Wat is het plan? Vidal en zijn vrouw hadden afgesproken. De speciale recherche weet dat ook. Ik denk dat Aguilar Olivia volgt. Hij was zojuist in Valencia. Meen je dat nou? Ik word ook niet graag buitengesloten. Waar is hij nu? Op weg naar Malaga. Binnen een uur is hij er. Hou hem in het oog. Ik neem de eerste vlucht. Luchthaven Malaga Costa del Sol. Politiebureau. Verdomme. Aguilar is op de luchthaven van Malaga. Speciale recherche. Ik neem het wel over. Waar is Kantanke? Ik ken geen Kantanke. Als je haar blijft beschermen, zul je opnieuw wegrotten in de cel. Ik wil een advocaat bellen. Je wilde de auto van je schoonzus. Waar wilden jullie heen? Zeg het en dan kun je bellen. Wat? Vertrouw je me niet? Je wilt niet dat mijn collega's je vrouw eerder vinden dan ik. Waarom wil je Olivia per se vinden? Ze heeft iets van mij. Ik wil het terug. Dat is alles. Wat dan? Een paar tapes. Kom op. We willen allebei deze shit vergeten. En naar huis gaan. Zeg waar ze is en we sluiten een deal. Op papier. Voor jou en voor Olivia. Je begrijpt niet wat er aan de hand is. Zonder mijn hulp gaat Olivia de gevangenis in tot ze 60 is? Wil je dat ze hetzelfde meemaakt als jij? Maar dan 5 keer zo erg? Ik heb alleen de naam van een plein. En een tijdstip. Ze had een ontmoeting in Marbella. Met wie? Vertel. Neem me mee en ik vertel je alles. Nationale politie. Zit alles erin? Brigadier. Ik neem hem mee. Niks. Nog steeds in gesprek. Ik maak me zorgen om Matt. Hij zal me niet vinden. Is die serveerster wel betrouwbaar? Ja. Ik kan haar bellen en het haar vragen. Bedankt. El Paraíso Star was een van mijn eerste grote zaken. Ik werkte een tijd undercover. Toen ontmoette ik je vrouw. Sae en Gallardo waren er ook. Ze kenden haar ook goed. Zeg eens, Matt. Heb je ze vermoord? Deed je het voor haar? Mag ik je wat vragen van man tot man? Wat is er 10 jaar geleden gebeurd? Daniel Vera. Was het echt dood door schuld? Het was een ongeluk. Het kost veel kracht om iemand te doden. Hij verloor zijn evenwicht. En stootte zijn hoofd. Het was pech. En in de gevangenis? Was dat ook pech? Romero had het op jou gemunt. En zijn schedel werd verbrijzeld. Wie je tegen de schenen schopt, eindigt met een verbrijzelde schedel. Dan doe je dat beter niet. Hoi, Lucia, met Magic. Heb je nieuws? Heb je niets vreemds gezien? Oké. Laat het me weten als je iets ziet. Hou het plein in de gaten. Als je hem ziet, stuur hem dan hierheen. Goed. Wil je nog iets zeggen? Nee. Bedankt, Lucia. Bel nog eens. Wat?
Geen verbinding? Nee. Laten we de telefooncel proberen. Het signaal hier is zwak. Je hebt net gebeld. Het is het proberen waard. En als Matt komt? We zijn zo terug. De telefooncel staat voor de deur. Wacht, het nummer. Mijn batterij gaat nog wel even mee. Oké. Ik hoop dat je me kunt vergeven. Dit is het beste. Dat me in jaren is overkomen. Ik kan niet teruggaan in de tijd. En alles veranderen. Maar je kunt meegaan. Naar Barcelona, als je dat wilt. Gaat het? Ja, het is niets. Ik heb je niet alles verteld. Ik ben zwanger. Echt? Daarom moet ik dit achter me laten. Maar het komt wel goed. Dankzij jou. Batterij 2%. Wat heb je? Wat heb je gedaan? Mijn baby. Leugens lijden. Altijd tot meer pijn, lieverd. Gallardo bracht me op het idee. Je te vergiftigen. Ik belde hem toen je dochter hier kwam. Toen de zaak werd gesloten. Huurde ik Gallardo in. Om je moordenaar te vinden. Maar hij faalde. Ik hoorde niks meer van hem tot Paula. Om informatie kwam vragen. Je biologische moeder te vinden. Hij kon zich de zaak amper herinneren. Maar nadat hij de dossiers had bekeken, drong het tot hem door. AOS. Opzoeken. En? Candida Isabel Russo. Leeft nog. Eerst wilde ik het niet geloven. Ik kon niet geloven. Dat je me zoveel pijn zou doen. Maar dat deed je. Dat was zo wreed, Kantanke. Hoe kon je me van binnen laten wegrotten? Ik moest jou vinden, zodat je je zou vertonen. Gallardo vroeg Sae hulp. Om jullie te vinden. Via Paula kwam Gallardo bij de school terecht. En Sae herkende Emma. Ik wenste dat jullie dood waren. Hoe kon je me in de steek laten? Is het hier? Ja, er stond een palmboom in het bericht. Hé, jij. Wie is dat? Ben jij Matteo Vidal? Ja. Ik heb een boodschap van je vrouw. Ze is bij Magic thuis. Doe open. Doe deze om. Doe die verdomde deur open. Doe ze om. Als je schreeuwt, graaf ik een put. En ben je voer voor de wormen. Vertrouw hem niet. Wie is dit? Ik zou je stem overal herkennen. Kimmy Dale. Ik die van jou ook, klootzak. Is die hoer Kantanke bij jou? Waarom? Ze heeft iets wat ik wil. Ik weet niet wat je van plan bent. Maar ik heb iets dat je kan interesseren. Wat? Waar is ze? Waar is ze? Bij haar vriendin, maar niet hier. Wat? Welke vriendin? Kimmy Dale. Ze waren vroeger close. Waar is Aguilar? In een buitenwijk van Marbella. Maar in Malaga was hij in de luchthaventerminal. Bij het politiebureau. Volgens het nieuws werd Matt daar gearresteerd. Goedenavond, inspecteur Ortiz. Waar is Matteo Vidal? Olivia's afspraak was een val. Om wraak te nemen. Voor iets uit het verleden. Ze werd bang. Ze ging er vandoor met Kimmy. Die haar naar een veilige plek bracht. Waarom zou ik je geloven? Ik heb geen reden om tegen je te liegen. En bovendien ben ik je enige optie. Ik ga mee. Nee. Wacht hier. Wacht hier. Het kan gek lopen, hè? 9 jaar later. Maar uiteindelijk breng je me naar de tapes. Waar is de man van Kantanke? Wat ben je met ze van plan? Dat is mijn probleem. Zeg dat ik weet waar zijn vrouw is. Ik zorg voor de rest. Mijn tapes. Waar zijn ze? Bied je excuses aan. Omdat je me niet geloofde. Mijn vrouw wacht op me. Ik heb geen tijd voor spelletjes. Bied je excuses aan, klootzak. Vertel me gewoon waar ze zijn, verdomme. Vuile hoer. Tape 27. Op een dag zul je boeten. Voor alles, klootzak. Zo ken ik mijn Kimmy. Waar is mijn vrouw?
Zij brengt je naar haar toe. Kom op, stap uit. Ze wacht op je. Bedankt, brigadier. Waar zijn ze? Op 23 kilometer afstand. Neem de eerste afslag rechts. Ik wijs je de weg. Matt? Ik ben Kimmy. Aangenaam. Waar is ze? Kom mee. Deze kant op. Olivia voelde zich niet lekker. Hoezo? Gefeliciteerd met de zwangerschap. We praten veel over jou en de baby. Ze is heel blij. Waarom is Olivia hier? Zodat jullie elkaar hier kunnen ontmoeten. Nee. Doe open. Doe open, bitch. Theo, wat is er gebeurd? Ik heb ze. Ik ben op de terugweg. Morgenochtend ligt het rapport. Op uw bureau. Goed gedaan. Ga naar je vrouw en dochter. En neem een paar dagen vrij. Dat zal ik doen. Aguilar's auto is weer in beweging. Waarheen? Weg van de loods. Hij is vlakbij. Wacht. Hij komt naar je toe. Hij gaat naar de snelweg. Hij is 2 kilometer verwijderd. Onderschep hem op de rotonde. Anders ontsnapt hij. Snel. Dit is eenheid H50. Inspecteur Ortiz. Stuur versterking. Afrit 8, maat 20. Verdachte op de vlucht. Verdomme. Wapen neer, wapen neer. Je kunt het schudden. Doe deze om. Doe ze om. Waar is Matteo Vidal? Je bent ambitieus. Dat zie ik. Omdraaien. Welke functie streef je na? Laat me gaan. En ik zorg dat je promotie krijgt. Blijf staan. Kreng, je hebt geen idee wat je doet. Waar zijn de andere tapes? Je wint hier niets bij. Je zult wensen dat je dood bent. Verwaand kind. Ik weet wel wie je bent. Achter die façade schuilt. Een verward meisje. Mijn gezin kapot maken, maakt niets beter. Zoveel gezinnen. Kop dicht. Geen beweging. Ik laat je dit niet doen. Geloof het of niet. Ik ben niet langer de man op die tape. Geef me de tape. Rechercheur Theo Aguilar. Speciale recherche. Ik weet niet. Wat inspecteur Ortiz heeft verteld. Laat jullie wapens zakken. Niet tot we weten wat hier aan de hand is. Brigadier, richt op mij. Ik ga agent Aguilar niet neerschieten. Ik heb alleen iets van hem. Voor de rechter. Brigadier. Verwijder mijn handboeien. En geef me die koffer. Voor de nationale veiligheid. De koffer. Leg hem op de grond. Waar ga je heen? Je bent iets vergeten. U moet eerst naar deze tape kijken. Geef me die tape. Dat is een bevel. En ik negeer het. Brigadier. Ik beveel u. Kolonel Amanda Prieto te bellen. Op het bureau. Nadat we de tape hebben gezien. Wapen neer en geef u over. Hier schiet u niets mee op. Mijn dochter. Sophia. Ze mag niet weten wat ik heb gedaan. Ze is nog maar een kind. Niet doen. Alsjeblieft, niet doen. Niet doen. Ondertiteld door Fleur de Bond.